Wil jij snel en betrouwbaar FIFA coins kopen? Ga naar FastCityCoins.nl, gebruik de code FCR5 voor 5% korting en dan heb je de coins binnen 1 minuut op je account staan. Yo, what up gasten, welkom bij aflevering 10 van Miljoenenjacht. De mijlpaal is gehaald van 10 afleveringen. En omdat we een mijlpaal van 10 afleveringen hebben gehaald, ga ik iets speciaals doen. Ik ga alles wat we vandaag in de koffer vinden verdubbelen, alle bedragen. Sommigen zeggen, Raoul, dat is niet de bedoeling van de serie. Maar ja, ik had ook niet verwacht dat een team dat ik aan het begin van FIFA voor 1 miljoen coins kon kopen, nu 10 miljoen coins waard is. Want werkelijk waar, elke speler, zoals Gareth Bale, die was eerst 500k, die is nu bijna een miljoen. Hetzelfde geldt voor Legends. Die kon ik eerst allemaal kopen. Alleen nu zijn die allemaal ziek duur geworden door die inflatie. Had ik niet kunnen voorspellen. Misschien had dat wel gemoeten met mijn economische opleiding. Maar goed, die markt die slaat helemaal nergens op. We gaan 3 enveloppen openen die jullie hebben gekozen. Namelijk envelop 15, envelop 12 en envelop nummer 18. Envelop nummer 15. Zit een bedrag in van... Daar zit in 1000... Munten wordt verdubbeld. 2000. Fuck yeah. Envelop nummer 18. Daar zit in een bedrag van. Oké. 50.000 munten. Dat wordt dus 100.000. En envelop nummer 12. Dat zou natuurlijk fucking 1000 munten weer zijn. Ja, hoe kan het ook anders? We verdubbelen een keer alle bedragen die we krijgen. En dan krijgen we 2 scheidbedragen. Goed, ik ga 104.000 coins op mijn account zetten. We hadden nog rond de 80.000 coins over, waardoor we nu op 184.000 coins komen. Zoals jullie zien hebben we nu 180.000 coins. Er is wat EA tax, EA belasting vanaf gegaan. Maar ik heb werkelijk geen idee hoe ik mijn team moet verbeteren. En dat ga ik aan jullie vragen. De volgende aflevering heb ik natuurlijk nog steeds beschikking over deze coins. We gaan wellicht geen covers openmaken. Maar we mogen wel spelers kopen. Hoe zou jij mijn team indelen? Je mag de spelers die ik daar heb staan, die ik hier in mijn team heb, die ik in mijn bank heb zitten, die ik verder nog heb in de vorige afleveringen, wanneer ik die heb gekocht. Als je die kon verkopen, ik denk dat we dan ongeveer rond de 300.000 coins uitkomen. Wat voor een team zou ik dan maken? Laat een comment achter, stuur een team op Twitter. Noem het maar op en zeg wat voor een team ik moet bouwen. Dan bouw ik dat de volgende aflevering, degene die het best wordt gekozen. Maar voor nu heb ik werkelijk geen inspiratie hoe ik dit team kan moeten verbeteren. Ook zitten we nu in divisie 6. Voor het eerst zijn we nog steeds ongeslagen. We hebben 1 draw gehad die toen onverdiend was. Maar goed, wat voor team? 80 rated, 96 teamgeest, Bundesliga-achtig Serie A team. Goed, ben benieuwd. Ah nee, sneeuw! Wat de... Dit is... Oh mijn god, sneeuw. Dat is zo kut om te spelen. Op sneeuw is echt moeilijk in te schatten hoe die bal gaat rollen namelijk. Plus, ik zie die bal helemaal niet. Want ja, weet je, in het echt krijg je een oranje bal. Waarom zou je dat niet doen op FIFA? Want ze willen het zo realistisch mogelijk maken. Hoe geef ik... Ik bestuur... Hoe geef ik een penalty weg? Ik bestuurde die speler niet. Serieus, kijk het terug. Hij gaat naar, dit binnen blijven staan. Hij is zo'n scumbag die het binnen. En hij panenkaat hem over. Als hij op goal was geweest, had ik hem alsnog gehad. No stress. Oeh. Ik denk dat het karma is, omdat die penalty gewoon nergens op sloeg. Griezmann op Benzema. Benzema nu dan. Onder de keeper door en hij zit erin. 0-1. Het is zo moeilijk om die bal te zien. Ik kan me voorstellen dat jullie ook hebben. Jullie kijken dit natuurlijk na. Maar gelukkig staat het 0-1 in de 20ste minuut. Wie anders dan onze eigen Karim Benzema. Lucas op Benzema. Benzema. Benzema 0-2. Benzema kan zo belachelijk goed koppen. 0-2. 34ste minuut. Mooiste ze zijn als mijn tegenstander natuurlijk rage quit. Zodat we snel een ander poortje kunnen gaan spelen. Maar ik denk niet dat die kans er vandaag in zit. Matuidi lekker dribbelen. Benzema, waar ben je? Karim. En krijgt net niet zijn hoofd er tegenaan. Oh, blijkbaar wel. Want het is geen corner en de scheids fluit af. Dit is de rust. Jullie hebben waarschijnlijk niet heel veel clips gezien op die goals na. Komt omdat die bal gewoon belachelijk moeilijk te zien is. Hij heeft 0 schoten op goal gehad. Of blijkbaar wel 1 aan dat blauwe stipje te zien. Ik 4 schoten, 2 doelpunten. Dit wordt gewoon een easy win. Ha, Lucas. Lucas met de onnodige skills. 0-3. What you gonna do about it? Waarom zeg ik allemaal van die gay dingen als ik het doelpunt score? Oh, doe het niet. Oh jee, Aubameyang is weg. Nee, Aubameyang. En mijn tegenstander scoort het. En, oh, Pogba. Pogba heeft er zin in. Pogba heeft er zin in. Pogba heeft er zin in. Heeft Benzema er ook zin in? Benzema heeft er ook zin in. Gaan we hem trampen? Gaan we hem trampen? Ja, we gaan hem trampen. Heeft Matuidi er zin in? Matuidi heeft er ook zin in. Matuidi wil ook meedoen. En Matuidi is te arrogant. Heeft David Luiz er zin in? David Luiz heeft er zin in.
Heb je er zoveel zin in, Daaf? Karim, Karim, wie niet weg is gezien. Oh, Karim. Karim. Ah, en zijn keeper redt hem weer. Kijken of we de corner goal in kunnen krijgen. Dat niet precies, maar Chiellini 1-6. Ja, het is niet alsof we de wedstrijd nog niet gewonnen hadden. Maar Chiellini zorgt ervoor dat het zeker gebeurt. Hij zorgt er niet voor dat het zeker gebeurt. We hadden al gewonnen. Hij zorgt alleen dat we 5 doelpunten verschil hebben. 1-6 gewonnen. 2 doelpunten van Benzema. Doelpunt van Lucas. Doelpunt van Pogba. Doelpunt van Matuidi. En het laatste doelpunt van Chiellini. Makkelijke punten. Ik had divisie 6 eerlijk gezegd moeilijker verwacht. Ik bedoel, hij had 2 schoten op goal. Wij 13. Prima. We hebben moeilijkere tegenstanders gehad in divisie 8 en divisie 9. Maar ik vind het helemaal mooi. Snel naar de tweede wedstrijd toe. En dan denken jullie natuurlijk, oké, waar de fuck is het tweede potje? Nou ja, zoals je ziet duurt de aflevering nu al ongeveer 5 minuten. Het tweede potje is zo'n episch potje dat ik dat niet binnen een tijdsbestek van 5 à 6 minuten ga kunnen editen. Dus dat betekent dat als ik dat wel zou doen, deze video ongeveer 12 minuten lang zou worden. En dat is te lang voor een video. Heel veel mensen kijken daar 5 minuten weg. Plus ik denk dat de video niet goed tot z'n recht komt. Ik heb aan heel veel mensen gevraagd op Twitter aan abonnees van oké, wat zou ik doen? Een video van 12 minuten of 2 van 5 minuten die ik gewoon dan morgen upload. Dat 2 komt morgen dan online. En ze zeiden van oké, weet je wel, doe gewoon 2 delen, want dat is veel handiger. Dus vandaar deze outro. Vergeet de video niet te liken als je hem leuk vond. Vergeet me niet te volgen op Twitter voor je FIFA vragen. En ik check jullie allemaal later. Ciao gast.